jongste meisjes. Dit is het Gouden Eeuwsjournaal. En dit rapport gaat over Michiel de Ruiter. Dit is een van de schepen waar hij oorlog heeft gevoerd. Zeeslagen noemen we dat. Met dit schip heeft hij de Engelsen verslagen. Het was een echte zeeheld. En van de Fransen kreeg hij een medaille omdat hij de Engels had verslagen. En daar zie je Michiel de Ruiter. Dit is Michiel de Ruiter met zijn medaille. En daaronder zie je ook nog zijn zwaard. Dit was het weer voor vandaag. Doei! Hallo en welkom bij het Gouden Eeuwsjournaal. We gaan het vandaag hebben over een gelopenmaker. Jacob van Langeren. Hier ziet u hem staan. Jacob van Langeren was de enige die gelopen mocht maken. Dit is er eentje die hij heeft gemaakt. Maar op een dag stapten andere mensen ook naar de rechter. Zij wouden ook gelopen gaan maken. Dat vond Jacob van Langeren geen goed idee. Maar hij wist dat de rechter wel gelijk aan hem zou geven. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. De zoon van Jacob de Langere gaf de brief waarin stond dat de andere mensen het ook mochten maken. Dat vond Jacob van de Lange niet leuk. Meisjes, welkom bij het Gouden Eeuwsjournaal. We gaan het hebben over Amimba. Hier komt onze reporter Sam de Vries. Amimba is geboren als slaaf. Amimba's meesteres zegt dat slaven in de winter niet meer waard zijn. Dus moet Amimba terug naar haar geboorteland. Werken in plantages. En dit is het schip waar ze in wordt vervoerd. Hallo en welkom bij het Gouden Eeuwsjournaal. Wij houden ons onderwerp over de trekschuit. De trekschuit werd getrokken door paarden die aan de loopkant liepen. Rijke en arme mensen mochten mee. Dat zie je in dit filmpje. We gaan even terug naar de trekschuit. Je mocht alleen maar mee met de trekschuit als je een kaartje had gekocht. Anders natuurlijk niet. Hier zie je geen trekschuit, maar een ander soort boot. Hier zijn laarzen, hamers en messen en een grote zak. Dit is de trekschuit van binnen. Dit was het Gouden Eeuwsjournaal. Fijn dat je keek. We gaan het nu hebben over Cornelis de Graaf. We gaan nu live over naar Laura die er wat over gaat vertellen. Cornelis de Graaf. Hij komt uit rijke koopmansfamilie. Die tientallen jaren de deel uitmaakte. Nu gaat Daniel iets vertellen. Cornelis de Graaf was een gewone burger. Maar door de handel werd hij rijk. Nu ga ik iets vertellen wat ze aten. Dit aten ze allemaal. Dit was het Gouden Eeuwsjournaal.